Go baby, go baby, go baby, go baby. Ik heb jullie nooit een voorbereiding laten zien van mijn vakantie. En ik heb jullie eigenlijk ook nooit echt verteld hoe en wat dat ik zo random nu op vakantie ga. Ik heb ook 3 weken niet meer gevlogd. Ik wil eventjes zeggen dat ik helaas weer te maken heb gehad met een sterfgeval in mijn familie. Dit keer weer dichterbij dan de laatste keer. Dus het was net vlak voor de feestdagen, vandaar dat ik eigenlijk ook niet echt heb gefilmd meer. Ik voelde de feestdagen niet. Het was ook een, ja, weet niet, live. Ik zou niet meer op vakantie gaan, vandaar dat ik ook niks had voorbereid. En gewoon de avond voordat mijn vlucht eigenlijk zou gaan, pas echt heb besloten dat ik toch op vakantie ga. Dit was zo omdat, ja, ik kan niet bij de begrafenis zijn nu op dit moment. En dat wist ik ook toen ik ging. En daarom heb ik geprobeerd mijn ticket te verschuiven, maar dat mocht allemaal niet lukken. En gewoon allemaal heel veel dingetjes. Ik ben er nu en ik probeer er gewoon het beste van te maken. Maar ik voel het nog steeds niet om elke dag die camera te pakken. Ja, niet te veel lullen, maar gewoon doen. Ik wil niet te veel praten op 2024 en wat er allemaal zal gebeuren. Ik leg alles in Gods handen en we gaan het zien. Ik wilde heel graag een nieuwe camera hebben voordat ik weer ging vloggen in dit jaar. Maar het komt wel. Ik ben over... Het is vandaag 24 dagen jarig. Ik hoop dat ik mijn verjaardag ook gewoon leuk ga vieren. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Goedemorgen! Vandaag heb ik weer zin om te vloggen. Het is 11:30. We gaan vandaag niet veel praten. We gaan ook niet veel onzin uitkramen. Ik ga nu naar mijn oma's huis lopen. Ik ben nu bij mijn opa's huis. Daar is mijn moeder gisteren aangekomen. Superleuk. En wij gaan vandaag helikopter vliegen. Ik heb even deze body aan. Dit roze tasje. Dit. Hé, we komen halen! Je moet toch niet lopen, Foelie? Je gaat me toch niet laten lopen? Oh, vertel die mensen even hoe laat je hier zo zou zijn. 11:00, het is. 11:30. Jongens, ik hoef niet meer te lopen. Ik ben opgehaald. Ik laat jullie zo de rest zien. Ik heb een broodje van Simply. Oh, mijn camera heeft 1%. En ik ben mijn powerbank vergeten. Dus ik moet sowieso terug naar huis. Hij is echt lekker. Voel je wat zit op dat broodje? Shawarma toch? Shawarma. Bij Simply van Hermitage. Daar staat maar naar brief op zeker. Meneer met een grote mond, ja, die altijd iets te zeggen heeft, was gewoon bang. Foelie! Ga je dat nou gewoon in je vlog doen? Foelie! Ik was niet bang.
Ik ga jullie die video's laten zien. Mijn camera knipper, mijn batterij knipper. Dus wanneer ik thuis ben, komen we erop terug. Echt mijn geld waard. We hebben 50 euro per persoon betaald. Het duurde 6, 7 minuutjes misschien? 10. 10 denk ik. 10. En je ziet wel echt gewoon heel Suriname. Je gaat ook boven het water. Het is wel eng, maar als je gewoon focust op hoe mooi het is, dan... We zijn even bij Suzanne, want wij willen quad rijden morgen en watervallen. En dat moet je hier regelen. En daar is de palmentuin. Super mooi. Wij zitten bij Torarica. Ik heb gewoon al mijn eten al op en niet voor jullie gefilmd. Heel, heel. Wat is de schade? 1855. Is dat één? Zo weinig. Kijk maar, dan niet. Ik vind het niet weinig hoor, voor een sandwich. Voor 3 personen. Mijn camera die was even uitgevallen. Ik hoop dat jullie me goed zien. Ik ben bij Hotel Saneda. Ik weet niet waar ik moet lopen. Maar ik moet even mijn wimpers doen, want dit is hem niet. Ik weet niet waar ze zit, mooi. Ik ben te lang in Suriname. Oh, als het goed is, zit het hier. Ik zie Blink alweer staan. Ik ga even liggen en dit fixen. Ik heb mijn wimpers gedaan. Ik ben er super blij mee. Blinkaway in Suriname heeft ze gedaan. Ik ben super moe. Ik heb buikpijn. Ik zit alweer in de auto naar huis. We zijn even gestopt bij een supermarkt. Ik heb geen drinken meer thuis. Even slapen. Jongens. Het is 8:30. Ik ben in het donker, want de hele straat is gewoon uit. Alles is uit. Er is gewoon geen stroom. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Dus ik ga maar mijn spullen pakken en mijn moeder is verderop in de straat. Daar is wel stroom, dus ik denk dat ik naar daar toe ga. Go baby, go baby. Een hele goede morgen. Ik voel mij niet lekker. Mijn stem is weg. Gisteren was stroom weggevallen. Toen ik wakker werd, was het weer terug. Het is... 6:30. Om 7:00 word ik opgehaald. Ik ga me snel klaarmaken. Ik zie jullie straks. Ik heb nog steeds mijn stem niet terug. Het is 7:45. We moesten naar 7:30 zijn. We zijn een beetje aan het gassen. En ik neem jullie vandaag weer gezellig mee. Jongens, het is inmiddels een uurtje later. Was dat niet de eerste keer naar de bus? Jawel. Ja? Uh-huh. En waarom hebben jullie voor de Brownsberg gekozen? Het is 8:30. Mijn broer was geweest, pas geleden. We gaan rijden. Maak je borst net. Ja? Nee. Maak je borst. Het gaat heel zwaar worden. Echt? We moeten nu eigenlijk wat terugbrengen. Ja, echt. We zijn niet ver. Nee, daarom zeg ik dus. Ik ga slapen tot ik er ben. Ik zal straks wel weer verslagen uitzien, maar het zal allemaal goed zijn. Jongens, we zijn er. Ik heb heel die rit geslapen. Dus ik bespaar jullie mijn hoofd op dit moment. En mezelf ook. Ik laat jullie niet zien waar we naartoe gaan lopen. Ik ga even mijn hoofd fatsoeneren. En dan moeten we nog echt een heel stuk door het bos lopen. Heftig hoor. Kijk. Als jij een mooie foto draait. Kortega. Oh ja.
luistert, genieten jullie even van het uitzicht. En dan gaat u ondertussen even gaan. Ja, je mag proberen. Als je maar helpt. Dan... Ik heb nog steeds geen stem, maar ik heb wel mijn haar gekamd. We zijn nu hier bij een huisje aan het wachten. Op wat wachten we eigenlijk? Tot de rest komt, toch? Zodat iedereen hier is. En dan gaan we lopen door het bos. Basically naar de watervallen. Ik heb je gezellig niet pas. Wat probeer je nu eigenlijk? Iemand wil hier in een hangmat liggen en niet delen. Allemaal even een rotirol gekregen van Roepram. En een beetje cola. En ik zie dat mijn camera leeg is. Dus die gaan we gelijk even opladen. We lopen nu in het bos. Oei. En het is een beetje aan het regenen. Hij zei net tegen ons van... Die giftige slangen. Maar deze kan je gewoon vanaf de bodem tot de top gewoon opmerken dat het precies is naar van de bodem tot de top, net als ik ze hebben gevlogd. Okay. Ja, en door die gaten maakt het een. Nou, die giftige slangen dezelfde kleur hebben als gewoon die bladeren. Dus dat we goed moeten opletten. Goed zo. Balamaboe. Ik heb dit pakje aan van Shein. En wij moeten nog heel lang lopen. Dus ik zie jullie denk ik echt wanneer ik er ben. Het is best wel glad hier. En het regent, dus het wordt steeds erger. Dat is Paramaribo. Van hieruit kan je het echt niet zien. Maar wel in de avonduren kan je het via Macaroni toch wel zien. Het tunnel of the boys at the gold mine. They grieve, they all grieve it with it. But this is not so deep. The one that broke last year. Was How does it? Pico Weri, Koffer Ferry. Het is lastig met die berg. Mooi. We zijn dan een uur verder. 3 uur. We zijn er. Mijn camera is echt vies, maar ik ga het echt niet schoonmaken, want ik ga echt vallen. Nee. Mijn camera wordt niet meer schoon, ik snap niet. Belachelijk. Jongens, het is inmiddels 11:30. We zijn nu pas terug. Ik heb even een pasta met kip en garnalen. Wow, mijn hoofdlek is super groot. Ik heb even lekker gedoucht. Ik heb mijn haartjes gekamd. Ik ga nog eventjes naar buiten. Maar ik ga de camera thuis. Het is zo moe van mijn ogen. Vogelgeluid. Dus ik wil bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot mijn volgende avontuur. Morgen is mijn laatste dag in Suriname. Ik zal jullie meenemen. En ook de volgende dag zal ik jullie meenemen. Het feestje is nog niet voorbij. Vond je deze video leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet geen comment voor mij achter te laten. En vergeet absoluut niet te abonneren. En tot de volgende video. Peace. Go baby, go baby. Ik heb dit zo lang niet gedaan. Voelt bijna gek.